Bij de Nijmeegse spoorbrug brandde donderdagochtend vroeg een camper uit. De brandweer kreeg de melding rond 4:15. Uit angst voor explosies werden omstanders op afstand gehouden. En later werden inderdaad gasflessen aangetroffen, maar tot een explosie kwam het gelukkig niet. Van de camper bleef bijna niets over. De oorzaak van de brand zou een technisch mankement kunnen zijn, maar ook brandstichting is een mogelijkheid. Niemand raakte gewond.